Die heeft hem ingegooid naar captain Malan Velter. De bal dan nu bij de speler met nummer 8 bij Suriname. En zo zal Suriname proberen om terug te komen. De bal andermaal gespeeld naar de speler met nummer 8, Pocky. Die probeert te omspelen, wordt van de bal geduwd. Niets aan de hand, zegt de arbiter, doorspelen. En Velter komt ertussen en kan de bal naar voren spelen. Even kijken, wordt gemist daar, het kopduel. En de spelers die duelleren. Een kopbal daar in de richting van Stefano Rijssel, die mist hem. En... de verdediging van de Dominicaanse Republiek kan dan uitverdedigen. Ingooi voor Suriname. Ingooi voor Suriname, de ingooi genomen. De bal dan op de vleugel bij Naldo Kwasi. Die speelt hem naar Pocky. Pocky geeft de steekpas op Rijssel. Goed gedaan daar. Maar Rijssel kan niet controleren. En dat stelt de doelman van de Dominicaanse Republiek, Miguel Lloyd, in de gelegenheid om uit te verdedigen. Hij heeft hem en zal een doeltrap mogen nemen. Lloyd Miguel van de Dominicaanse Republiek, de doelman. En ik zei het reeds, in pool A staat de Dominicaanse Republiek op de derde plaats. Die hebben slechts 1 punt uit 3 gespeelde wedstrijden. Suriname staat tweede met 7 punten. En als je het zo zou bekijken, zou je denken van de Dominicaanse Republiek heeft de punten harder nodig. Maar ja, Suriname speelt thuis en is het dan ook verplicht om deze wedstrijd te winnen. Om zodoende een betere ranking te verwerven, zeg maar, in deze pool. De ploeg op nummer 1 is El Salvador. El Salvador heeft de volle winst uit 3 wedstrijden. Die hebben alles gewonnen, 9 punten. En de lantaarndrager in deze pool, pool A, is de ploeg van Cayman Islands. Die hebben 0 punten uit de gespeelde wedstrijden. Nou, Suriname gaat weer proberen. Even kijken wat er uit deze aanval zal komen. De bal wordt dan breed gespeeld naar Malan Velter. Malan Velter die moet kijken waar een mannetje vrij staat. Een lange bal naar Stefano Rijssel. Die gaat moeten lopen. Houdt hij de bal binnen? Even kijken. Nou, net niet. En de bal gaat over de zijlijn. En de Dominicaanse Republiek houdt er dan een ingooi aan over. De man met nummer 2 bij de Dominicaanse Republiek die mag ingooien. Dat is, even kijken, de man met nummer 2 was dat. Ja, die gooit in. Naar nummer 9, andermaal weggewerkt door Malan Velter. En de Dominicaanse Republiek blijft zo in balbezit. De Dominicaanse Republiek zullen ingooien terwijl we 8 minuten hebben gespeeld in deze eerste helft. Er staat nog steeds 0 Suriname en 0 Dominicaanse Republiek. En we krijgen een verre ingooi van de speler Johan de la Cruz. En hij probeerde daar Jonathan Fania te bereiken, maar die kwam niet in bezit van de bal. Een overtreding werd begaan en nu mag Suriname een vrije trap gaan nemen. Marlon Velter, de captain, die werd verkeerd aangevallen en hij zal zelf de vrije trap nemen namens Suriname. Een must-win wedstrijd voor de Surinaamse ploeg. U zei het al, de ploeg van El Salvador die heeft de volle winst uit 3 wedstrijden, 9 punten dus. Suriname heeft 7 punten uit 3 duels. Wint Suriname vandaag, dan is hier een heel verkeerde beslissing en een kans voor de ploeg van de Dominicaanse Republiek. Ze zullen scoren. De Dominicaanse Republiek komt op 1-0. Een blunder in de Surinaamse verdediging zorgt hier voor een kater bij de Surinaamse ploeg. De man met rug nummer 9 scoort. Na ongeveer 9 minuten spelen is het de speler Jonathan Fania na een fout in de Surinaamse verdediging. 1 voor de Dominicaanse Republiek en 0 voor Suriname. De kleine man met rug nummer 9, heel korte jongen. Ja, Ernie, als je kijkt naar wat er daar gebeurd is, heel vervelende blunder in die verdediging. Ja, het is jammer. Het is een cadeautje geweest van de vleugelverdediger van Suriname. Dat is een cadeautje die hij gegeven heeft, gaf een verkeerde pas. En de man met nummer 9 bij de Dominicaanse Republiek, Jonathan Fania, die onderschepte. Heeft nog wel wat ruimte gehad om zeg maar het duel aan te gaan. Maar feit is wel, binnen 10 minuten staat Suriname helaas achter met 1-0. En dat maakt het niet makkelijker natuurlijk. Maar er rest nog een heleboel tijd in de wedstrijd om terug te komen. En kijken of deze jongens karakter zullen tonen en kunnen tonen om terug te komen in deze wedstrijd. Een mentale klap even. En het publiek die zit er ook bij en kijkt ernaar. Ook bondscoach Jalins, die staat langs de lijn. En ook die is natuurlijk teleurgesteld in zijn verdediging. Want dat had echt niet hoeven gebeuren. Maar feit is wel, op het scorebord staat nu Dominicaanse Republiek 1 en Suriname 0. Nou, de bal dan bij de doelman van de Dominicaanse Republiek. Die zal proberen andermaal de aanval te bereiken. En natuurlijk kan deze ploeg een beetje ademhalen nu, of opgelucht ademhalen, want die staan voor. De bal wordt gespeeld richting de middencirkel, onderschept daardoor de Surinaamse ploeg.
die tot nog toe ook nog een beetje het beste van het spel in handen had. Suriname had een licht overwicht, maar het scorebord wijst dus anders aan. Hier dan een aanval van Suriname, wordt daar geduelleerd, de bal gaat over de doellijn. En balverlies Suriname, Dominicaanse Republiek mag andermaal een doeltrap nemen. Doeltrap voor de Dominicaanse Republiek en heel verrassend staat Suriname hier. Na nu een minuut of 11 spelen achter met 1-0. En laten we hopen dus dat dit de jongens niet aanslaat en dat we toch sterk terugkomen. Want het is niet onmogelijk. Wij hadden eigenlijk de bal altijd lekker in de ploeg. Maar zoals Eurdi aanhaalde, een blunder waarbij er iets wat lang gedraald is, stelde de aanval van de Dominicaanse Republiek om in balbezit te komen. En zodoende via de speler met rug nummer 9. En dat is de speler Fania te scoren. En de Dominicaanse Republiek staat dus met 1-0 voor. Nou, het weer is prachtig hier in het André Kamperveen Stadion. En ik denk dat het voor de rest, ja, voor het groot deel in het land waarschijnlijk ook zo zal zijn. Ondanks het feit dat we niet weten hoe het elders is. Maar we nemen aan dus dat het ook prachtweer is elders. De zon die zakt langzamerhand weg. En eigenlijk heeft de doelman van de Dominicaanse Republiek, en dat is Miguel Lloyd, de zon in zijn gezicht. Wat voor Suriname een voordeel is. Ze moeten proberen met hoge ballen voor het doel te komen en zodoende die Dominicaanse Republiek onder druk te zetten. Suriname valt hier aan over de linkervleugel. De bal in Surinaams bezit wordt hier teruggespeeld. Men speelt de bal heel ver terug op de eigen helft bij Marlon Velter, de captain. Kwasi staat vrij, vraagt om de bal, krijgt de bal niet. De bal wordt hard naar voren gespeeld richting Stefano Rijssel. Maar de verdediging van de Dominicaanse Republiek die kan de bal wegkoppen. Het was de lange César Garcia met rug nummer 3, de centrumverdediger, die de bal daar wegkopte. En de Dominicaanse Republiek gooien nu in via de speler Johan de la Cruz. Suriname komt in balbezit, Pocky aan de bal. Pocky speelt hard terug op Obrendo Huiswoud, dat is onze doelverdediger. Huiswoud in balbezit, wat doet hij? Speelt breed op links. Speelt hij de bal bij Friso Mando, die speelt hard naar voren. Alleen komt de bal niet bij een Surinaamse speler, maar wel bij een van de Dominicaanse Republiek. En hier proberen ze met een lange bal naar voren in de aanval te gaan. Maar het leider gaat over de zijlijn en Suriname mag overlinnen. Nou, het blijkt dus dat er een overtreding gepleegd is door een van de Surinaamse spelers. En de Dominicaanse Republiek krijgen dus nu een vrije trap mee aan de zijde van Tribune Noord. Dicht bij de zijlijn aan de kant van Tribune Noord zal deze vrije trap worden genomen door de Dominicaanse Republiek. De bal zal waarschijnlijk hoog in het strafschopgebied worden gespeeld. En we merken dus dat de speler zich nog steeds klaarmaakt om in te zenden. Om in te trappen dan. Daar komt de hoge bal, zoals ik aanhaalde, in het strafschopgebied. Maar Suriname kan in balbezit komen en zal nu proberen heel snel weg te gaan. Waal speelt hier terug op Kwasi. Kwasi in balbezit. Kwasi nog steeds op de helft van Suriname. Kijkt rond. Wie is vrij? Niemand. Ofwel. Maar hij wacht. Speelt nu terug naar achteren bij Marlon Velter. Velter moet laat de bal lopen voor Obrendo Huiswoud. En die geeft af naar links. Waar Friso Mando opereert. De ploeg van Suriname probeert hier in te komen, maar ik dacht dat Rijssel buitenspel stond. Gelukkig dat de bal niet bij hem kwam. Maar Suriname is hier op het middenveld in balbezit bij Pocky. En Pocky laat de bal lopen voor Kwasi. Kwasi moet afgeven aan Waal was dat, maar hij deed dat niet. Hij verkoos voor Rijssel. Ondertussen is de bal weer op het middenveld. Nu op rechts bij Naldo Kwasi. Sneller doen Kwasi, alleen is de pas niet perfect. En de nummer 3, die lijkt daar een heel technische jongen te zijn, in het centrum van de ploeg van Dominica. Hij ving de bal op zijn borst op en trapte het leden naar voren. Ondertussen Suriname op haar eigen gebied in balbezit. De bal op links. Een iets wat verkeerde paas. Er zal gevochten moeten worden om de bal. En de Dominicaanse Republiek die krijgen een vrije trap mee van arbiter Paul Ward uit Canada. En ondertussen tikt de klok langzaam weg. We zitten zo'n 15 minuten in deze eerste helft. En de stand 0 voor de Dominicaanse Republiek en 1 voor Suriname. Ik heb het eigenlijk omgekeerd. Ik bedoelde een 1 voor de Dominicaanse Republiek en 0 voor Suriname. Ja, helemaal enthousiasme. Hè?
We spelen reeds een kwartier en Suriname staat achter met 1-0. De jongens gaan weer proberen de aanval op te zoeken. De bal breed gespeeld in de richting van de man met nummer 2 bij Suriname, Kwasi. Die legt de man terug op Pocky. En zo zal Suriname proberen om wat ruimte te creëren daar. Lukt niet, de bal helemaal bij Marlon Velter. Trainer Jalins die staat nog steeds aan de kant te kijken naar de verrichtingen van zijn jongens. De bal daar weer bij Pocky, die omspeelt een mannetje. Zal nu moeten passen. Wisselt de bal. Ja, de bal wordt dan gewisseld naar de andere kant. En nu zal Suriname proberen via Mando misschien wel de aanval op te zoeken. Daar komt de voorzet voor het doel. Maar buitenspel gevlacht door de linesman. En dat ontgaat hem dan niet. En zo mag de ploeg van de Dominicaanse Republiek na een kwartier ongeveer proberen om weer in de aanval te komen. 0 voor Suriname, 1 voor Dominicaanse Republiek. WK-kwalificatie voetbal uit Pool A. De bal dan naar voren gespeeld in de richting van misschien wel de kleine man met nummer 9. De man die het eerste doelpunt gescoord heeft voor Dominica. Maar hij komt er niet aan. Nog is Dominica in balbezit. Even kijken, duel daar. En dat resulteert erin dat Suriname zal proberen om weer weg te komen. Slecht gecontroleerd, maar toch kan Pocky hem houden. Die past hem dan richting de andere kant, waar Giovanni alleen moet zijn. En samen met Friso Mando zal men proberen om een aanval op te bouwen. Attentie voor deze aanval in de middencirkel nu. Wat zal gebeuren? Nog steeds Suriname in balbezit bij een stand van 0 voor Suriname en 1 voor Dominicaanse Republiek. Mooi voetbal weer in het André Kamperveen stadion. Daar zal het helemaal niet aan liggen. Het speelveld ook heel mooi. En de jongens moeten gewoon voetballen en trachten om op eigen bodem de punten mee te pikken in deze kwalificatiewedstrijd. Een lange bal naar voren. Overigens moet ik zeggen dat Suriname tot nog toe veel probeert via de lange ballen. We hebben weinig goede combinaties gezien. Het zijn meer de lange ballen waar Suriname zich tot nog toe van probeert te bedienen. Maar tot nog toe is daar dus geen gunstig resultaat uitgekomen. De Dominicaanse Republiek neemt hier weer over. Ook die bedienen zich hier van een lange bal. Maar die komt helemaal terecht bij doelman Huiswoud. En die kan proberen om Suriname andermaal in de aanval te brengen. Bij nog altijd een stand van Suriname 0 en Dominicaanse Republiek 1. De bal naar voren getrapt in de richting van wie? Men probeert daar Boeroe Stefano Rijssel te bereiken. Dat lukt ook. Die gaat de combinatie aan. Krijgt hem dan terug. Een aanval hier van Suriname via de vleugels. Attentie voor deze aanval. Zal naar binnen gaan. Geeft een goede paas hier. Een kans voor Suriname. Geschoten daar in handen van de doelman van de Dominicaanse Republiek. In handen geschoten. Dat was een heel reële kans voor de Surinaamse ploeg. Maar jammer genoeg werd de bal regelrecht op doelman Miguel Lloyd geschoten. Terwijl we nu 18 minuten spelen in deze eerste helft. Suriname staat dus achter met 0 tegen 1. Een doelpunt gemaakt in de 9e minuut door Jonathan Fagna. Met rug nummer 9. Suriname probeert hier over links terug te komen. Alleen kan de verdediging van de Dominicaanse Republiek de bal echter wegwerken. Ten koste van een ingooi voor de Surinaamse ploeg. Daar wordt de bal ingegooid. Blijft in Surinaams bezit. De bal moet nu worden voorgetrokken. Maar dat die voorzet komt nog niet willen achterzet. En Waal komt in balbezit. Maar ja, Waal die kan de bal niet domineren. En ja, verliest het leider makkelijk. En de Dominicaanse Republiek gaat nu heel snel weg via een counter. Suriname kan gelukkig overnemen. Hier een geen goede bal op Waal. Waal moet doorlopen en dan afgeven naar het midden. Nog steeds Waal in balbezit in het gebied. Maar Waal verliest de bal makkelijk. Toch komt Suriname in bezit. En hier mist de speler Rijssel. Voor een open, niet voor een open doel, met alleen de doelman voor zich. Schiet mist Rijssel de bal compleet. En een kans voor Suriname gaat hier weer voorbij om op 1-1 te komen. En we zien dat, ik dacht Marlon Velter hier een overtreding beging. En geblesseerd blijft liggen. Laten we hopen dus dat het niet erg is. Maar ja, dat was de beste kans tot nog toe in deze wedstrijd. Voor Stefano Rijssel, die miste de bal compleet. En de stand is nog steeds 0 Suriname en 1 voor de ploeg van de Dominicaanse Republiek. Een wedstrijd welke wordt aangeboden door NV Havenbeheer, Fernandes Autohandel, Suribet en Hem Suriname. En de ploeg van de Dominicaanse Republiek maakt zich klaar om nu een vrije trap te gaan nemen in deze wedstrijd. We zijn al ongeveer bijna 20 minuten bezig. Of nee, nog geen 20 minuten, maar... Ja, 20 minuten zijn we bezig. En de vrije trap zal worden genomen door de centrumverdediger met rug nummer 3. Een goede voetballer, Cesar Garcia. En de verdediger van Suriname kan de bal wegwerken. Suriname blijft in balbezit. Nog steeds op hun helft. Wordt hier afgegeven. En Suriname zal snel moeten weggaan. Maar Pinas die was hier toch nog een kleine kans. Maar de bal was veel te scherp. En de doelman Lloyd, Miguel Lloyd, kan
in actie komen. Hier de nummer 8 van de ploeg van Dominicaanse Republiek, die speelde de bal terug. Inuel Navarro speelde terug op zijn linkervleugelverdediger. De kleine Fania die geeft af. En de Dominicaanse Republiek die blijken toch nog wat geloof in het spel te krijgen. En zijn vaker in de aanval. Boeru Rijssel wordt hier aangespeeld op rechts. Komt hij in balbezit? Hij komt wel in balbezit. Wat doet hij met deze bal? Probeert langs de verdediger te gaan. Het lukt hem ook. Wat zal hij doen? Hij moet eigenlijk terugleggen. Maar er zijn geen spelers die zich aanbieden voor Rijssel. Waardoor het heel moeilijk is om iets te doen. Ik vind dat de Surinaamse spelers toch een beetje te ver achter blijven. En Rijssel geen mogelijkheid had om af te geven. Hè, ja, inderdaad. Goed gezien, Desni. De aansluiting bij Suriname klopt van geen kant. Je hebt een speler die de aanval opzoekt. En de anderen staan gewoon te kijken of kraak te houden, om het maar zo te zeggen. En het heeft bij zeker 2 of 3 aanvallen erin geresulteerd dat Rijssel geen afspeelmogelijkheden heeft. Omdat de rest van de ploeg gewoon blijft staan. En de aansluiting of de omschakeling van verdediging naar de aanval toe te wensen overlaat. Suriname gaat het nu weer proberen. Kijken of men nu uiteindelijk wakker is. Want feit is, er zijn genoeg gaten in de defensie van de Dominicaanse Republiek. En Suriname zou aan zichzelf verplicht moeten zijn, denk ik, om tenminste met een gelijkspel te gaan rusten in deze wedstrijd. Zover komt het nog niet. We leiden weer balverlies. En nu zal de Dominicaanse Republiek andermaal mogen ingooien. Ze mogen ingooien nu op eigen speelhelft. Bij een stand van nog steeds Dominicaanse Republiek 1 en Suriname 0. En ik denk dat bondscoach Jalins langs de lijn natuurlijk het een en ander ziet. En ook doorgeeft aan de jongens dat we in elk geval hier dan weer een blunder in de verdediging. En een duel daar gelukkig voor Suriname komt Obrendo Huiswoud eruit. En kan hij de bal oppikken. De zoveelste fout in de defensie van Suriname. En wij mogen van geluk spreken dat er uit deze fout geen doelpunt gevallen is. En dan weer een steekpas hier. Een kans voor Suriname. Maar deze man werd goed afgeschermd door de defensie van de Dominicaanse Republiek. Milton Pinas die het probeerde. En Suriname houdt aan deze aanval een hoekschop aan over. Een hoekschop voor Suriname. En kijken of wij uit deze hoekschop toch wel wat gevaar kunnen stichten daar voor de doelmond van de Dominicaanse Republiek. We zien dat Suriname natuurlijk de mannen die daar wat kunnen uitrichten naar voren dirigeert. En zo zal de corner genomen worden. De korte corner naar Stefano Rijssel. Die geeft hem dan terug en zal zijn plek opzoeken in de voorhoede. Maar dan wordt uit deze paas ook een beetje stuntelig gepaast. En dat stelt Dominicaanse Republiek in de gelegenheid om terug te komen. De bal gaat via Suriname. Nee, via Dominicaanse Republiek over de zijlijn. De man met nummer 2 bij Suriname. Kwasi die mag ingooien. Ingooi genomen. De bal bij Pocky. Pocky moet hem gaan afspelen. Doet hij ook. En zo zal Suriname proberen in de aanval te komen. Een paas richting de andere kant bij Friso Mando. Mando die heeft hem. Speelt hem ver voor het doel. Weggekopt uit de defensie van de Dominicaanse Republiek. Toch blijft de bal hangen, maar dan weer een verkeerde paas van Suriname. En dat stelt de Dominicaanse Republiek andermaal in gelegenheid om terug te komen. Een aanval via de vleugels. De man die het doelpunt maakte met nummer 9 geeft een steekpas daar. En een loopduel, een overtreding. Ja, dat arbiter niet. De arbiter die heeft het gezien en geeft Suriname nu dus een vrije trap mee. En de jongens van ons die kunnen dus weer proberen om in de aanval te komen. De publieke belangstelling voor deze wedstrijd is denk ik een beetje matig te noemen. De hoofdtribune is nog niet eens voor de helft gevuld. De mensen stromen wel langzamerhand het stadion in. Tribune Noord, daar zitten een handjevol mensen. En hopen dat de mensen gauw naar het stadion komen. Misschien wel een plekje opzoeken om de jongens als 12e man te stuwen naar die overwinning. Dominicaanse Republiek weer in de aanval. Een goede steekpas hier. En een kans voor Dominica daar. Voor het doel gebracht. Gemist gelukkig voor Suriname. En deze bal blijft dan toch voor het doel hangen. Attentie voor deze aanval van Dominica. Maar dan kan, de bal blijft dan toch hangen. Wat zal gebeuren nu? Verkeerde voorzet gegeven. En gelukkig voor Suriname kan er uitgeleverd worden. En zo zal de man met de nummer 7 proberen Boeru te bereiken. Stefano Rijssel heeft hem. Rijssel 1 tegen 1. Attentie nog steeds Rijssel. En dan levert hij die bal helemaal. Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. En zo kan de Dominicaanse Republiek overnemen. Ernie, ik mag me toch een beetje zorgen als ik kijk naar die kleine nummer 9 die het doelpunt heeft gemaakt. Die Fania. En we merken dus dat de Dominicaanse Republiek hier weer een kans krijgen. Een heel goede kans voor de Dominicaanse Republiek. En ze zullen proberen te scoren. En de verdediger van Suriname kan daar gelukkig ingrijpen. Want anders had het niet mooi uitgezien. En we zien coach Kenneth Jalins hier langs het veld zijn spelers instructies toeschrijven. Want het gaat niet goed met de Surinaamse ploeg. De
De ploeg van de Dominicaanse Republiek heeft tot nog toe de beste kansen gekregen. En gezegd moet worden dus dat als we de kansen bekijken die tot nog toe zijn gevallen, dat de stand op dit moment zo'n 3-1 zou moeten zijn als we die kans van Boeru Rijssel meepakken. Toen hij alleen voor de doelman de bal compleet miste. De eerste corner voor de ploeg van de Dominicaanse Republiek in deze eerste helft is nu een feit. Over rechts zal deze hoekschop worden genomen. En de bal komt voor het doel en gaat nu, of komt nu bij doelman Obrendo Huizoud terecht. En hij zal proberen om zijn voorlinie aan het werk te zetten. Obrendo Huizoud trapt de bal hard naar voren. Waar Stefano Rijssel probeert in balbezit te komen, lukt niet. De bal bij Waal. Waal in de punt probeert daar Pinas of Drenthe te bereiken. Maar Suriname komt niet in balbezit, waardoor de ploeg van de Dominicaanse Republiek de bal weer weg kan trappen. En het leider is nu helemaal bij doelman Obrendo Huizoud. Huizoud geeft af op links bij Friso Mando. Mando nog steeds met de bal op de helft van Suriname. Speelt hard naar voren, hoge bal richting voorhoede. En gelukkig voor Suriname kopt de verdediger de bal naar ons toe. Maar wat gebeurt er? De bal wordt gewoon via een verdediger over de zijlijn getrapt. En Suriname mag nu gaan ingooien. Ik denk dus dat de aanvallen veel te haastig en met weinig overleg worden opgebouwd. Men probeert het met lange hoge ballen. Terwijl de ploeg rust moet betrachten. En langzaamaan via de verschillende schakels de aanvallen gaan opbouwen. We merken hier dus dat die bal weer over de zijlijn gaat. En Suriname geeft dus een ingooi weg. De Dominicaanse Republiek mogen gaan ingooien. We hebben nog een minuut of 19 te gaan. En als we nog 1 minuut extra tijd nemen, zitten er zo'n 20 minuten te gaan in deze eerste helft. En Suriname staat dus achter met 1-0. Hier in het André Kamperveen Stadion tegen de Dominicaanse Republiek. Waal in balbezit speelt terug op Pookie, speelt breed op de speler met rug nummer 2. Dat is Kwasi. Wat doet Kwasi met de bal? Kwasi levert het leider in. En de bal wordt keihard gespeeld naar voren. En daar is die kleine man weer die in balbezit komt. Hij pakt de bal met zijn hand. En hij zal geel gekleurd worden. De arbiter heeft dat heel goed gezien. En de kleine Fanya, die ook een slimmerik is, die dacht ik pak die bal mee met mijn hand. Maar de arbiter zag dat goed. En de eerste gele kaart in deze wedstrijd is dus een feit. Ja, terecht de gele kaart voor hem met nummer 9. Hij nam de bal mee met zijn hand en dat ontging de arbiter niet. En die gaf hem dan de gele kaart voor dit vergrijp. En Suriname houdt hier een vrije trap aan over. Nog 17 minuten te spelen ongeveer in de eerste helft. En Suriname staat helaas nog steeds achter met 1-0. WK-kwalificatievoetbal uit Pool A, live op ABC 101.7 FM. Nou, doelman Huizoud die speelt hem naar zijn captain, Marlon Velter. Velter terug naar de goalie. Die zal daar op zijn beurt proberen een vrije man op te zoeken. Speelt hem aan de andere kant. En Suriname zal dan proberen in deze 17e minuut om de volgende aanval op te bouwen bij een achterstand van 1-0. Onze jongens moeten terugkomen. Feit is, de Dominicaanse Republiek is naarmate die wedstrijd vordert gaan groeien. En dat heeft ook te maken met misschien wel de vele verkeerde passes aan de kant van Suriname. Maar zeker ook met de blunders die gemaakt zijn in de verdediging van Suriname. En je merkt dat de Dominicaanse Republiek nu lekker in de wedstrijd zit. De man met nummer 9 die straalt steeds gevaar uit. En men probeert steeds met een dieptepas en die steekpas deze man met nummer 9 te bereiken. Terwijl Suriname tot nog toe veel heeft geprobeerd met lange ballen. Maar deze lange ballen die hebben tot nog toe weinig soelaas geboden. En we hebben helaas nog niets positiefs kunnen halen uit deze lange aanvallen. Boeru Rijssel die onderschept hier. Goed gedaan. Probeert de mannetje te omspelen. Maar dan wordt hij... wat gebeurt er? De arbiter die past de voordeelregel toe. De arbiter die past de voordeelregel toe, omdat Boeru in eerste instantie werd vastgehouden. De arbiter liet doorspelen en Suriname nu met een snelle vrijtrap. Een schot daar, maar hopeloos dit schot van Giovanni Drenthe. Drenthe die schoot de bal bijna over de schutting van het André Kamperveen Stadion. En zo houdt de ploeg van Suriname er dan, of niet Suriname, sorry, maar Dominicaanse Republiek er een doeltrap aan over. We hebben ongeveer nog 16 minuten in deze eerste helft en Suriname staat helaas nog achter met 1-0. Klopt, Turnie. Het is wel jammer om te constateren. Dus als we kijken dus naar... NV Havenbeheer. Serving our nation's economy and accommodating our future. Nieuwe Honda CR-V. De auto voor hen die in dromen geloven. Reizen in stijl. Omdat de reis net zo belangrijk is als de bestemming. De auto met plek voor het hele gezin en ruimte voor uzelf. Zakelijk en sportief. Werelds en comfortabel. De Honda CR-V, the power of dreams. Fernandes Autohandel, uw officiële Honda dealer.
Dus een commercial break en we hebben nog een minuut of 16 ongeveer te gaan in deze eerste helft. En ja, ik zou net zeggen dat als we kijken naar het spelbeeld, dat we jammer genoeg moeten constateren dat de ploeg van de Dominicaanse Republiek toch veel gevaarlijker is dan de Surinaamse selectie die thuis speelt. En als we kijken naar de kansen die tot nog toe gecreëerd zijn, hebben we toch één reële kans gezien en dat was de kans van Stefano Rijssel toen hij vlak voor de doelman stond en de bal compleet miste. Voor de rest hebben we niet echt een goed opgezette aanval gezien waarbij dus de bal van man tot man gespeeld wordt en via combinaties men komt in het strafschopgebied. We merken dus dat de spelers proberen die bal hoog in het gebied te schoppen of met lange passes en dat werkt gewoon niet bij de Surinaamse ploeg. Er zal meer rust moeten komen binnen de Surinaamse ploeg wil men een positief resultaat halen uit deze wedstrijd. Het ziet er op dit moment wat dat betreft niet heel goed uit. We staan namelijk nog steeds met 0-1 achter. En de Surinaamse ploeg probeert hier in de aanval te gaan. We merken weer een harde verkeerde paas. Komt makkelijk bij de verdediging van de Dominicaanse Republiek terecht. En het lijkt alsof de spelers van Suriname niet weten waar ze moeten lopen. We merken dus dat Kenneth Jalings al de spelers heeft aangegeven dat ze moeten gaan warmlopen. De Dominicaanse Republiek hier in balbezit op de speler van Suriname. Balverlies. Suriname komt in balbezit. En de bal wordt hard naar voren getrapt zonder iets te doen. Ja, zomaar wordt de bal naar voren getrapt. En de Dominicaanse Republiek komen uiteraard dus weer in balbezit. En de doelman Lloyd die trapt richting de speler met rug nummer 8 Navarro. Maar die laat de bal over de zijlijn gaan. En Suriname mag niet ingooien via de speler met rug nummer 2. En Waal is hier in balbezit. Wat doet Waal met de bal? Waal speelt hier terug op Pocky. Pocky speelt breed. Suriname zal moeten gaan aanvallen. Afgeven die bal, verkeerde paas weer en gelukkig dat er een overtreding werd begaan waardoor Suriname nu een vrije trap meekrijgt op de speelhelft van de Dominicaanse Republiek. Ongeveer ja, niet de helft van hun helft, maar de bal is nu bij Naldo Kwasi, die geeft af aan Giovanni Waal. Waal op rechts, Waal heeft tot nog toe ook niet echt iets veel gedaan. Hier probeert zij 1-2 en een kans voor Waal. Waal moet de bal terugleggen en de bal komt via een verdediger over de doellijn. En Suriname zal dus nu haar tweede hoekschop gaan nemen. Tweede hoekschop voor de ploeg van Suriname. Dat was een goede actie van Waal, Urbin. Ja, een goede actie en de eerste vloeiende aanval van Suriname. Hier weer gevaar voor Suriname voor het doel van de Dominicaanse Republiek, maar in handen van de goalie. En het is denk ik de mooiste of de best opgebouwde aanval geweest voor deze eerste helft aan Surinaamse zijde. Vloeiende aanval, 1-2 combinatie en helaas viel er geen doelpunt uit. Maar er zijn perspectieven, er zit wel wat in, maar Suriname zal er wel wat meer moeten geven op het veld. Want de Dominicaanse Republiek is zeker niet onverslaanbaar. En Suriname zou deze wedstrijd, als je het zo bekijkt, eigenlijk gewoon moeten winnen. Helaas een ander spelbeeld, veel verkeerde passes. En dat maakt dat de Dominicaanse Republiek onder andere nog steeds in de wedstrijd zit en zelfs nog voorstaat in deze wedstrijd met 1-0 na die blunder heel vroeg in de wedstrijd. Een speler van de Dominicaanse Republiek die zit er nu geblesseerd bij en die zal nagekeken worden. De man met nummer 8, Inuel Navarro, die zit op het veld en hij wordt nu behandeld. De jongens die nemen een waterbreak. We zien dat zowel spelers van de Dominicaanse Republiek als Suriname wat water pakken bij deze blessure. En de arbiter die heeft natuurlijk zijn klok gestopt. Omdat dat betekent dat we wat blessuretijd zullen krijgen als de reguliere speeltijd in deze eerste helft verstreken is. We kunnen dus denk ik toch even gaan naar een woord van de sponsor als dat mogelijk in de studio. Kunnen we wat jingles van de sponsors laten horen? Dan zijn we zo meteen weer bij je terug. Hallo. Hi. Hi. Is er iets? Hoezo is er iets? Ik bel om te zeggen dat ik van je hou. Zal wel. Ik ken je, wat is er? Ik heb die buitenlandse zakenrelaties gevraagd om gezellig bij ons langs te komen vanavond. En dat zeg je me nu pas? Schatje. Ken je, je kan het, ik vertrouw op je. Love you, want you, miss you, bye. Oh, wat kan ik klaarmaken dat snel, niet veel werk en toch lekker is? Hm? Brunswick tuna. Daar kan ik alle kanten mee uit. Hi, looking good. En de hapjes ook. Doe dit nooit meer, hè? Dankjewel, schat. We hebben Brunswick tuna op toastjes. Brunswick tuna in de pasta salade. Brunswick tuna in de aardappelsalade. Brunswick tuna in de soesjes. Dit alles dankzij Brunswick tuna? Dankzij Brunswick tuna en je vrouw. Tuurlijk, schatje. Mwah. Suriname, altijd kwaliteit.
NV Havenbeheer Suriname. Van en voor de gemeenschap. Turibet presenteert Skin Fili. En zo speel je het. Kies een getal tussen 0 en 32 en win 18 keer je inzet. Elke dag wordt het winnennummer bekendgemaakt op tv. Zet in vanaf 1 SRD tot wel 2600 SRD. Speel zo vaak als je maar wilt op zoveel nummers als jij maar wilt. We zijn weer live in het André Kamperveenstadion. De bal is bij Kwasi, die kreeg het leder van Waal. En Waal geeft weer aan Kwasi. Wat doet Kwasi met de bal? Kwasi geeft terug aan Waal. We zitten op de speelhelft van de Dominicaanse Republiek. Suriname staat nog steeds achter met 0 tegen 1. En we hebben minder dan 10 minuten reglementair te gaan. Het zullen waarschijnlijk 11 of 12 worden wanneer de extra tijd wordt meegepakt. Maar op dit moment zien we dat er 9 minuten en zo'n 45 seconden te spelen zijn in deze eerste helft. Suriname 0 en de Dominicaanse Republiek 1. Nog altijd 1-0 voor de Dominicaanse Republiek. En die zullen middels een doeltrap weer proberen om de volgende aanval op te bouwen. De man in het doel bij Dominica die trapt de bal ver naar voren. Een duel daar. Suriname kan dan overnemen. Een overtreding. En dat ontgaat de arbiter niet. Die gaat zijn gele kaart uit zijn zak halen, denk ik zo. De speler van de Dominicaanse Republiek die is wel geblesseerd blijven liggen. Maar de arbiter die staat er in elk geval bij om straks zijn gele kaart te tonen aan deze ploeg, aan deze speler van de Dominicaanse Republiek, die dus een verkeerde charge heeft uitgevoerd, zeg maar. Nog ongeveer minder dan 10 minuten te gaan, 9 minuten ongeveer in deze eerste helft. En Suriname zal in de tweede helft sterk terug moeten komen. We zien bondscoach Jalin staan bij de spelers die langs de kant zijn gaan staan althans. En geeft waarschijnlijk wat instructies voor de laatste minuten in deze wedstrijd. En het zou mooi zijn als we voor rust nog de gelijkmaker konden scoren. De speler die blijft nogal lang liggen op het veld. Dat zie je niet zo vaak meer tegenwoordig. Meestal is men er als de kippen bij om middels een brancard, zeg maar, de geblesseerde speler van het geld te dragen. Ja, nu krijgt hij wel zijn gele kaart. En dat zal dus betekenen dat Suriname een vrije trap mag gaan nemen. Deze speler moet overigens langs de lijn behandeld worden. Hij mag nog niet het veld in. Hij heeft een gele kaart gehad. De man met nummer 15 bij de Dominicaanse Republiek. Dat is Francisco Foirea. Die heeft dus de gele kaart gehad. En zal zo meteen weer het veld inkomen. Maar voor nu mag Suriname een vrije trap nemen op eigen speelhelft. We hebben ongeveer nog 8 minuten in deze eerste helft. 1 voor de Dominicaanse Republiek. En 0 voor Suriname. Live WK voetbal op ABC 101.7 FM. De captain bij Suriname, Malen Velter. Die zal dus deze vrije trap nemen. Hij speelt hem dan breed. Richting wie? Dat moet zijn de speler met nummer 3, Giovanni Alleino. Die zal dan spelen daar via Friso Mando naar voren. Toch kan de Dominicaanse Republiek overnemen. Omschakeling van de Dominicaanse Republiek naar de aanval toe. Attentie voor deze aanval. Een steekpas daar. Een loop op de vleugels. En de ploeg van Dominica kan voortrekken. Maar weggewerkt over de doellijn. En Suriname krijgt een corner tegen in de laatste fase van deze eerste helft. Nog altijd 1 Dominica en of Dominicaanse Republiek en 0 voor Suriname. Corner voor Dominicaanse Republiek. Het is de tweede hoekschop voor deze ploeg in de eerste helft. Suriname heeft ondertussen ook 2 corners gekregen. En de hoekschop van de Dominicaanse Republiek is wederom op rechts. Laten we kijken wat deze hoekschop zal brengen voor de ploeg in blauw shirt en witte broek. Hoge bal wordt weggekopt uit het gebied van Suriname. De Dominicaanse Republiek blijft echter in balbezit. En men probeert weer met een hoog, snelle bal. Geen buitenspel. Oh ja, toch wel buitenspel gevlagd. Want het leek er even op alsof er niet gevlagd werd voor buitenspel. Maar in tweede instantie werd er gevlagd voor buitenspel. Het leek wel op een correcte bal. Maar ja. Dat laten we over aan het arbitraal trio. De bal leek niet buitenspel, maar er is gevlagd voor buitenspel. En Suriname heeft het spel ondertussen hervat. En zal wederom proberen met een lange bal richting Stefano Rijssel iets te doen. Rijssel in balbezit. Rijssel probeert en een kans hier! En de bal gaat naast het doel. Ongelooflijk maar waar. Ik dacht dat het Drenthe was. Ja, inderdaad. Giovanni Drenthe die mist hier de kans van zijn leven. Voor open doel zou je kunnen zeggen. Het was Milton Pinas. Milton Pinas, ja. De man met nummer 10. Milton Pinas die mist hier een droomkans. En hij verzuimt hier om Suriname nog voor rust op 1-1 te brengen.
En dit soort kansen kunnen je duur komen te staan. Zeker. Naarmate die wedstrijd vordert. Want het was toch wel een afgemeten pas die hij kreeg van Boeroe Stefano Rijssel. Maar Milton Pinas voor haast open doel mist deze kans. En Suriname mag nu op zoek naar misschien wel de gelijkmaker. Hier dan weer een aanval van Suriname. De bal wordt dan teruggelegd. Zal voor de pot gebracht moeten worden. Attentie voor deze aanval. Wordt breed gespeeld richting de man met nummer 2 bij Suriname. Kwasi. Kwasi die mist de bal. En kan hem toch binnenhouden. Nog steeds Kwasi. Die zal spelen naar de captain Marlon Velter. Velter die heeft hem. Even kijken, speelt hem dan breed. En zo kan Suriname proberen om andermaal deze aanval op te zoeken. Even kijken wat het wordt. We hebben nog maar ongeveer 5 minuten in deze eerste helft. En staan achter met 1-0. Een goede paas daar naar de vleugels toe. Maar nog net niet zuiver genoeg. En zo houdt de Dominicaanse Republiek er na dat benauwd moment voor hun doel. Want geloof het maar, de Dominicaanse Republiek die verbeet zich zeker wel. Want dit was bijna een contant doelpunt zou je kunnen zeggen. Maar helaas schoot Milton Pinas voorlangs het doel. En verzuimde hij om Suriname op gelijke hoogte te brengen. Suriname 0, de Dominicaanse Republiek 1. En we spelen nu ongeveer, of hebben nu ongeveer 5 minuten te gaan in deze eerste helft. Obrendo Huiswoud geeft hier een ingooi weg, dicht bij het strafschopgebied van Suriname. En deze ingooi zal worden genomen door de man in rechter nummer 2. We merken dus dat de Dominicaanse Republiek helemaal geen haast hebben. En dat is ook logisch. Johan de la Cruz die gooit in. En de bal komt nu bij de nummer 15, dacht ik. Francisco Ubira. En daar gaat de bal over het doel van Suriname. En Obrendo Huiswoud mag nu een doeltrap gaan nemen met nog 4 minuten te gaan en een stuks of 10 seconden. Suriname hier op rechts in balbezit. De bal bij Kwasi Naldo. De rechtervleugelverdediger speelt richting Stefano Rijssel. Rijssel die verliest de bal en vanwege overtreding. En Suriname neemt snel de vrije trap. Wat zal er nu gebeuren? Balverlies hier en de bal wordt teruggespeeld op doelman Miquel Lloyd die hard naar voren trapt. Het leider komt echter terug. Kan Suriname iets doen met deze aanval? En de bal blijft hier hangen. Maar de verdediging van de Dominicaanse Republiek die kan hard werken. En de bal over de zijlijn werken. Dicht bij de cornervlag op links. Mag Suriname gaan ingooien. De verdediger van de Dominicaanse Republiek die de bal over de zijlijn speelde. Blijft liggen. Het is ook logisch. Ze staan met 1-0 voor. Ze proberen tijd te rekken. En ja, het lijkt op een blessure. En arbiter Paul Ward die roept een van de verzorgers het veld op om de speler die daar ligt te gaan behandelen. 0 Suriname en 1 Dominicaanse Republiek. We gaan dus nu weer even toch naar een commercial break. Zet je 100 SRD in op nummer 20 en wordt nummer 20 getrokken, dan win je 18 maal 100 SRD, dus 1800 SRD. Bekijk elke dag om 6:30 s'avonds de trekking op ABC kanaal 4 en STVS kanaal 8. Luister elke dag om 6:30 s'avonds naar de trekking via RP en ABC of check de krant voor de uitslag. Bel voor meer informatie met Suribet, telefoon 52-0066. Skinfiri, eindeloos geluk. Artie Skinfiri. Vele gezichten van de Isuzu D-Max. De wereldse luxe kent geen grenzen met deze trotse terreinwagen. Geniet van het grootste comfort van de Isuzu D-Max. Fernandes Autohandel, uw officiële Isuzu dealer. We zijn weer live in het André Kamperveen Stadion. 2 minuten formeel nog te gaan en de ploeg van de Dominicaanse Republiek neemt een ingooi op haar eigen helft. En ja, als de bal op links is, is het altijd Johan de la Cruz die ingooit. En hij krijgt de bal terug, trapt heel hard naar voren op de helft van Suriname. Waar Velter onderschept en weer naar voren speelt. Maar de bal komt in bezit van de Dominicaanse Republiek. De bal die bij de 13 die komt terug op de la Cruz. De 13 komt weer terug. En er wordt hier gefloten voor een overtreding van de speler Kwasi op de man met rug nummer 13. Dat is Rafael Leonardo. En de Dominicaanse Republiek neemt nu een vrije trap vanaf haar eigen helft. De bal gaat richting Velter die wegtrapt. En de Surinaamse ploeg is hier in balbezit. Zullen we nog gelijk maken voor rust? Maar nee, dat lukt niet. Doelman Lloyd is ook heel intelligent voordat de bal bij
Of voordat Stefan Oerijssel bij de bal kwam, kwam hij uit zijn strafschopgebied en kopte het leider naar voren. Suriname probeert aan te vallen, maar het wil niet lopen. De Dominicaanse Republiek die hier met een lange bal proberen de kleine nummer 9 Fania te bereiken. Dat is de gevaarlijke man bij de ploeg van de Dominicaanse Republiek. Heel snelle kleine jongen. En hij is ook de man geweest die het doelpunt maakte voor de Dominicaanse Republiek in minuut nummer 9. Waal in balbezit, Waal zal balverlies leiden, gebeurt ook. En de bal bij Fania. Fania speelt hier terug. En de verdediging, het middenveld van Suriname, kan voorkomen dat de Dominicaanse Republiek weggaan. Hier een paas, verkeerde paas dan, geen goede paas op Stefano. Nee, het was geen Rijssel die daar was in de punt. Maar wel de speler Pinas, dacht ik. En doelman Lloyd die zal hier de bal rustig aannemen, proberen weg te trappen. En we spelen nu al 45 minuten. We merken dat we 2 minuten extra tijd krijgen. Dat is aangegeven geworden door Mauricio Navarro. Dat is de man die hier als vierde assistent of vierde man zit. De derde assistent om het zo uit te drukken. En de Dominicaanse Republiek trappen de bal hier heel hard naar voren. En Urneel ziet eruit alsof we met een 0-1 achterstand de rust zullen ingaan. Ja, dat heeft er veel van dat we helaas met de achterstand van 1-0 zullen rusten. En hopen dat bondscoach Jalins de jongens in de rust flinke oppeppen. Flinke aanmoedigen om de tweede 45 minuten keihard er tegenaan te gaan. Het is nog geen verloren game. We staan weliswaar achter met 1-0. Maar er zijn genoeg gaten te zien geweest in de defensie van de Dominicaanse Republiek. En dat moet alleen maar ervoor zorgen dat onze jongens wat gemotiveerder gaan voetballen. Hier echter weer een blunder. En de man met 13 die probeert een steekpaas te geven. Maar gelukkig voor Suriname kan Malon Velter onderscheppen. In de middencirkel nu zal Suriname proberen om eruit te komen. Misschien wel de laatste aanval en misschien wel de gelijkmaker nog in de eerste helft. Een verkeerde paas dan, niet zuiver genoeg. En helaas kan de Dominicaanse Republiek dan weer overnemen. De minuten tikken weg. En het heeft er veel van dat we met de achterstand van 1-0 zullen rusten in deze WK-kwalificatiewedstrijd. Beide landen hebben elkaar reeds eerder getroffen in deze pool. Toen ging Suriname op bezoek bij de Dominicaanse Republiek en speelde gelijk 1-1. En kijken wat er uit deze wedstrijd zal komen. Je zou verwachten, Suriname speelt thuis. Hier dan een snelle aanval van de man met nummer 9. Een schot daar naast het doel. Gelukkig voor Suriname. Gelukkig voor Suriname, want dit had op slag van rust misschien wel de 2-0 kunnen zijn. Deze man is levensgevaarlijk. De man dat met nummer 9. Dat had een hartje gescheeld, hè? Fania, ja. Fania, dat is die Fania. De man met nummer 9 die ging als een pijl uit een boog vandoor. En gelukkig voor Suriname schoot hij nog net naast en blijft de stand daar 1-0. Terwijl Suriname hier weer probeert weg te komen via de vleugels. De man met nummer 9 die heeft hem, zal moeten duelleren. Probeert weg te draaien, geeft een goede pas op Boeru. Boeru draait goed weg en zo zal de bal nu voor het doel gebracht moeten worden. Attentie, maar deze man heeft alle tijd. Ja, en we hebben geen tijd. Ja. En het is rust. Het is rust nu. 1-0 voor de Dominicaanse Republiek. We gaan eruit en zijn na de rust bij u terug met de tweede helft van deze wedstrijd.